Oké, tegenwoordig heb je echt de keuze uit tientallen verschillende soorten sportdrank. Vaak met van die hele chemische kleuren. En ja, het staat ook nog stijf van de suiker. Maar hoe maak je nou zelf je eigen gezonde sportdrank? Dat ga ik vandaag aan jou uitleggen met maar drie ingrediënten. Maar voordat ik dat doe, wil ik je even vragen om je te abonneren op het kanaal. En dan ga ik je nu uitleggen hoe dat werkt. De sportdrank die wij gaan maken, die vult deze drie dingen dus echt perfect aan. En het enige wat je hiervoor nodig hebt is water, zeezout en honing. Meer niet. Oké, het is een ongelooflijk eenvoudig recept. We gaan het doen met een halve liter water, dat heb ik hier. 500 milliliter water. Gooi ik in een schutbeker. En daarbij doe ik dan een halve theelepel. Echt luister goed, een theelepel. Niet een eetlepel, maar een theelepel met zeezout. En het beste zout dat je hiervoor kan gebruiken is of Himalaya zeezout of Keltisch zeezout. Daar zitten namelijk de meeste mineralen in. Die doe ik er nu bij. Ik heb gewoon normaal zeezout. En daarbij doe ik dan nog een beetje honing. Kan je naar smaak doen. Ik zou zeggen doe 1 theelepeltje ongeveer. Ik ben echt gek op honing, dus doe ietsjes meer. Ik ben zelf gek op honing, dus doe ietsjes meer. Gewoon een goede scheut. Lekker. Oké, als je niet een schutbeker hebt, dan kan je natuurlijk gewoon een lepeltje gebruiken. Ik heb zo'n handig zeef hierop, dus die zet ik erop. Goed schudden. En in de basis heb je nu gewoon een hele eenvoudige sportdrank. Namelijk, het zout zit vol met mineralen. Dat houdt ook het vocht vast in je lichaam. Het water zorgt natuurlijk voor de toevoer van vocht. En de honing zorgt er weer voor dat je wat extra energie hebt. En het zorgt er ook voor dat het water niet zo zout smaakt. Dit is echt een basisrecept. Nala, kom nou even hier. Dit is echt een basisrecept. Je kan het nog verrijken met andere dingen zoals een klein beetje citroensap. Naar smaak ook zit ook weer bomvol vitamine. Of gember. Of als je het in huis hebt, Koreaanse ginseng wortel. Dat is, nou ja, wat ik al zeg, komt uit Korea. Dat is een wortel waar je ook heel veel energie van krijgt. Is gewoon puur natuur en ook nog best wel lekker. Oké, voordat ik ga sporten ga ik het even proeven. Nou, dat valt hartstikke mee. Ik dacht dat het redelijk zout zou zijn. Maar dat valt wel mee door die honing die erin zit. Via die zout smaakt nou niet lekker. Kan je ook nog een klein druppeltje limonadesiroop erin doen. Dan weet je zeker dat je dat niet meer proeft. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Kan je even doen door hieronder te klikken. Laat ook een leuke reactie achter. En zit je nou zelf met een probleem of wil je iets weten? Laat hem ook even achter in een comment. Want dan gaan wij voor jou aan de slag. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!